Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Het is december, kerst komt eraan en ik ben van plan mijn baan nog één keer op te gaan bouwen. Over een paar weken komen daar de filmpjes van, dan ga je al deze dingen zien rijden, hoop ik. Maar vandaag heb ik hier de NS-IRM. Ik heb hier de twee kopbakken en ik heb ook de bijbehorende tussenbak, de eerste. En het is een verlengde IRM, dus ook de tweede bak die ertussen zit, waardoor het een vier stel lang is. De NS heeft oorspronkelijk deze gekocht met drie units en heeft later, ja, dat is niet helemaal goed, drie units en vier units. En heeft later besloten om de drie units te verlengen naar vier en de vier naar zes units. En dat is wat je tegenwoordig rond ziet rijden. Ik heb deze gekocht in zijn geheel dat hij gewoon goed was. Maar helaas was de PostNL niet zo heel aardig. Dus er zijn wel probleempjes. Het grootste probleem is het onderstel hier. Hij staat hier te drogen. Maar dit, waar ook de redelijk lelijke kloddig lijm op zit, is afgebroken geweest. En ik heb hier gaten ingeboord en metalen stukken ingebracht. En alles van lijm voorzien, zodat die hopelijk redelijk stevig vast komt te zitten. Die is over een paar dagen droog. Dan ga ik daarmee verder. En deze zet ik nu ook verder uit de weg. En de andere bak heeft hier een klap gehad, dus hier is wat schade te zien. Het plastic is niet gescheurd, maar de verf is wel een beetje gechipt. Misschien dat ik dat met wat weathering weg weet te werken, omdat die dingen aan de achterkant toch eigenlijk altijd ranzig zwart zijn. En hier is ergens lijm opgekomen met de vinger gedraaid en is de, ja, een smudge. Maar dat is denk ik al, dat zat er al op. Maar ook de pantograaf is wat verbogen geweest en heeft hier op de bovenkant gekrast. Nou, dat zijn lijmdingen of verfdingen. Daar ga ik vandaag niks aan doen. Dat is iets voor in de toekomst. Om zo'n trein open te maken. Normaal zit hier dus die kap op die je net zag. Je legt hem op iets mooi en zacht, zoals dat stukje stof wat ik daar had. Je neemt een paar tandenstokers en die kun je hier zo langs de zijkant halen. Dan komt de zijkant een beetje los. Vergeet niet, hier voorop zit de buffer, ja, de koppeling. Die moet je er ook uithalen. En dan kan de voorkant van de kap los. Dus de voorkant van de kap los is en je haalt hem niet zo los, dan kun je hem zo een beetje naar achter trekken, loshalen en dan trek je hem hier vanaf. Nou, ik zit een beetje te kijken naar dit model. Hier zit plastic heel erg scheef. Ik kan me toch niet voorstellen dat dat door een klap gekomen is. Maar ik had verwacht dat dit recht zou zijn. Gaan we verder ook niks aan doen. Waar ik wel benieuwd naar was, of ben eigenlijk, is of die wil rijden. Hij is ontzettend zwaar. Dit is één groot blok metaal. En het rust zo op die motoren. Ik heb hem nu analoog aangesloten. En ja hoor. Hij rijdt en hij hobbelt, net als in het echt. En de andere kant op brandt de witte lamp. Die lampen gaan de kap in. En daar zitten de lichtgeleiders om de rode lampen of de drie gele lampen te laten branden. Omdat ik alles digitaal rijd, ga ik waarschijnlijk deze ook uit elkaar halen om het te digitaliseren. Dat is vrij makkelijk, omdat de lampen hier dus al los zitten. De stroomopnemers zitten los. Hier zat de stroomopnemer aan het dak. Die heb ik even er helemaal afgehaald, omdat ik die niet ga gebruiken op dit moment. Niet in de problemen wilde komen met mijn digitaliseren dus, en ook om de kappen af te halen. Om dit dus te digitaliseren, hier zitten de twee pinnen
van de motor. Dit zijn de stroom pickups en dit is de voor de verlichting. Deze hier moet de blauwe aan. Deze twee moeten naar de verlichting geel en wit. De power pickups zou ik willen laten zitten. En de stroom zou ik ook los willen halen. Zodat ik daar de decoder rechtstreeks op de motor kan zetten. Maar dan behoud ik wel de volledige lengte hier voor de power pickups. En de decoder. Hieronder is er redelijk wat ruimte. Ik denk hieronder vastlijmen is op zich een goed plan. Of hieronder en dan een stukje in de metalen behuizing schuiven. Op die manier ga je hem ook van buiten niet zien. Ik zit even te denken of ik dat nu ga doen. Of dat ik het gewoon even hierbij ga laten. Dat het een korte is. En dat ik ook eens na ga denken hoe ik dat doe met, met de andere kant. Met zo'n kapotte wielen. Want ook die wil je natuurlijk de lampen meesturen. Nou, hier zitten nog steeds de oude haakkoppelingen aan van Lima. Met een eigen gemaakt soort van kortkoppelmechanisme. Dus als je nu stroomdoorvoering wil gaan doen langs al deze bakken. Dat zijn een heleboel plugjes wat je moet gaan doen. Ik durf dat wel aan bij zo'n mat 45. Maar bij deze weet ik het niet. Dus misschien pak ik een goedkope leesdecoder. En die gebruik ik dan als functiedecoder voor de achterkant. Ook die heeft voldoende stroompickups. Om samen met de condensator gewoon goed licht te geven. Het alternatief is om te doen wat de Mehano heeft gedaan met zijn Thalys, een klein schakelaartje. En wat ik dus ook heb gedaan bij mijn DDM. Ook daar zit een klein schakelaartje voor. Dat zal een uiteindelijke uitwerking zijn. Maar dat zal een ander filmpje worden. Want ik ga deze gewoon lekker onbewerkt online zetten. En dan staat hij er over een uur. Of anderhalf. Veel kijkplezier en tot de volgende keer. Oh, en vergeet niet like en subscribe en al die dingen. Vind mijn kanaal leuk? Is goed voor de zichtbaarheid? Nee, de vindbaarheid. En misschien kom ik nog wel ooit eens een keer op een punt dat het echt goed gaat lopen. En dat YouTube mij toestaat om er geld mee te gaan verdienen. Met alle problemen van die. Maar in ieder geval, rambling. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, ik heb hem toch even gedigitaliseerd. Ik heb alle bekabeling hier losgehaald. Deze heb ik inderdaad laten zitten. Alles zit aan de onderkant. De decoder die zit hier. En op deze manier hoop ik dat er veel minder kabels te zien zijn. Vanuit de raampjes. Dankjewel en tot de volgende keer.